Dat is hem. Dat is de speekseltester die we vanaf 1 juli gaan gebruiken voor drugs in het verkeer. Het werkt als volgt. De politieagent heeft 2 van zulke zakjes gemiddeld in de auto ter beschikking. Die zijn gesield, blijven dus goed. In het moment dat hij het nodig heeft, dan maakt hij het zakje open. Komt dit apparaatje eruit. Hij haalt dit element eruit. Hij neemt hiermee wat speeksel af. Als het kleurtje verdwijnt, is het goed gedaan. Vervolgens plaats je dat in dit apparaat, stevig. Vervolgens zien we hier ook een ringetje. Op het moment dat dit ringetje wegvalt, is ook dit proces goed gegaan. Dan moeten we flink schudden. Dan gaat het chemisch proces werken. En na 3 tot 5 minuten krijgen we een uitslag in het ventertje te zien. En dan kunnen we constateren of er wel of geen drugs, aangewezen drugs, aanwezig zijn.